We hebben het met een aantal mensen over. Het is heel bijzonder wat we in Nederland doen, want er is eigenlijk geen land in de wereld waar alle artsen voor alvleesklierkanker samenwerken om onderzoek te doen. Dat is echt heel bijzonder. En daarnaast is er nog iets bijzonders, namelijk dat we in Nederland artsenonderzoekers hebben. Dus zeg maar jonge artsen die 3 jaar lang promotieonderzoek doen, met alleen met patiëntenonderzoek. Dus in het buitenland wordt er onderzoek gedaan in een laboratorium, om uit te vinden hoe ziekte werkt, et cetera. Maar puur onderzoek doen met echt rechtstreeks patiëntgericht onderzoek, dat bestaat maar in 1 land in de wereld, dat is in Nederland. Dus die 2 dingen samen maken Nederland een heel bijzonder land. Dus bijvoorbeeld de allereerste studie ter wereld, dat je voor een operatie voor alvleesklierkanker eerst chemo moet krijgen om bestraling en dan pas de operatie. Dat is in Nederland uitgevoerd. En daardoor weten we dat als je dat op die manier doet, je na een operatie 3 keer hogere kans hebt om na 5 jaar nog te leven. En heel de wereld is dat nu aan het, ja, die doen het nu ook. Dat is gewoon in ons kleine kikkerlandje uitgezocht. Nu is alleen 1 probleem. Voor onderzoek is geld nodig. Dus je kunt subsidie aanvragen bij KWF Kankerbestrijding en andere plekken, maar dat is te weinig, want je moet voor alle kankersoorten in Nederland het doen. Dus dankzij Delta Plan is dit onderzoek mogelijk. Ik zal even 1 voorbeeld noemen, een heel eenvoudig voorbeeld. Er is een patiënt hier die daar aan meedoet, ik zal niet zeggen wie voor de privacy. Dat is een onderzoek om mensen die niet geopereerd kunnen worden, na chemo alsnog te kunnen opereren. Dat deden wij in Nederland een paar jaar geleden nog niet. Dankzij de subsidie van Delta Plan hebben we nu een landelijk project dat we de 5 grootste ziekenhuizen in Nederland daarin trainen. En we wilden 60 extra operaties doen in 1,5 jaar. En die 60 hebben we nu al bereikt. Dus dat wil zeggen, we kunnen meer mensen helpen en hun overlevingskansen en hoe het met ze gaat, is even goed bij die mensen die vroeger met een hele kleine tumor al geopereerd konden. Dus een heel simpel voorbeeld, heel praktisch. Allemaal mogelijk gemaakt door wat jullie vandaag gedaan hebben. Dus daarvoor super, namens alle artsen en alle onderzoekers, heel erg bedankt. Dank u wel, Mark. Blijkt inzichtelijk, we weten precies waar we allemaal vandaag voor ons ingezet hebben. En staat hij er al op? Of wordt hij nu geschreven? Oh, het wordt nu geschreven. Het wordt live geschreven. En wij willen vooral de galjoentjes uitnodigen, want jullie zullen zometeen de check overhandigen aan Mark. Hoe is het voor jullie geweest vandaag? Beetje warm, ja. Heeft er iemand anders last gehad van de warmte? Handen omhoog. Nee, ja, niemand. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, het is fantastisch dat jullie hier allemaal bij elkaar gelopen, gefietst, gerend hebben. Er stond een doel van 40.000. Oh, daar gaan we al overheen. Dat is in ieder geval een goed bedrag. Schrijf jij hem op. Dan gaan wij langzaam aan ons klaarmaken voor dit prachtige moment. Hou hem vast. Dan wil ik graag van iedereen even. Spannend, 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 spannend. De ultieme bekendmaking! 50.134 euro door al deze helden, heldinnen en hun sponsoren de gulle giften mogelijk gemaakt. 50.134 euro. We willen graag ook nog even, want het was natuurlijk heel lang heel spannend, of we over die 50.000 heen zouden gaan. De dames en heren hier van op het eiland hebben er nog voor gezorgd dat we over die 50.000 euro zijn gegaan. Dus nog even een keihard applaus voor die helden hier. Prachtig moment natuurlijk hier. En we willen heel graag dat alle mensen die nu daar staan, deze kant op komen. Zodat we een prachtige foto van jullie allemaal kunnen maken. Dus sluit ook vooral achteraan bij Mark en de galjoentjes.